U kunt luisteren naar een hoorspel geschreven door Josef Bar Josef, getiteld De Bedriegelijke Magier. Vertaling Paul Deen. Josef Bar Josef, geboren in 1933 in het oude gedeelte van Jeruzalem, behoort tot een familie waarvan reeds 6 generaties in Israël wonen. Lager en middelbaar onderwijs kreeg hij op een confessioneel Joodse school, waarna hij dienst nam bij de Koopvaardij. Na zijn studies te hebben voortgezet aan de letterkundige faculteit van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, deed hij met goed gevolg examen in Engelse letterkunde, filosofie, Hebreeuws en in Joodse mystiek. Met zijn hoorspel De Haan der Verzoening heeft Radio Kol Israël meegedongen voor de Prix Italia 1964. De bedriegelijke magier. Luister, ik zal u vertellen hoe Jedidia Shimon Zaka ternauwernood ontsnapt is aan een gevangenisstraf in de staat Israël. Hij was toen 64 jaar. 1 minuut later en het vonnis zou ten uitvoer zijn gebracht. Een Israëlische cipier zou de ijzeren poort achter hem gesloten hebben. De schande in de ogen van God en de mensen. Ik zal u vertellen hoe er een wonder geschiedde en hoe hem gevangenisstraf bespaard is gebleven. Maar laat ons bij het begin beginnen. 10 jaar geleden, op de avond toen Jedidia Shimon Zaka op het punt stond naar Israël te vertrekken met de ouden en gebrekkigen, de laatst overgebleven Joden uit het stadje in een van die Noord-Afrikaanse landen. Nauwelijks was het vliegtuig opgestegen en van de grond los, of er brak een enorme paniek uit en alles smeekte Jedidia Shimon hen toch te zeggen wat ze doen moesten. Zeg mij 3 maal na, zoals de adelaar zijn nest behoeden zal en de vlucht van zijn jongen. Zoals de adelaar zijn nest behoeden zal en de vlucht van zijn jongen. Zoals de adelaar zijn nest behoeden zal en de vlucht van zijn jongen. Zoals de adelaar zijn nest behoeden zal. En toen ze veilig geland en heelhuids uitgestapt waren, verdrongen ze zich alle om hem heen en vroegen wat ze nu moesten doen. Hij ging languit liggen en kuste de grond van het land van Israël. En dat deden ze toen allemaal. Toen werden ze naar de aankomsthal gebracht en hij stond als eerste bij de balie. Beroep? Wat zegt u? Wat voert u uit? Wat doet u? Ik ben genezer. Dokter? Nee, genezer. En wat geneest u dan wel? Alles. Alle ziekten en kwalen. Rug, buik, oren. En hij drijft duivels uit. Verzoent man en vrouw. Bezorgt je succes. En kiespijn. En liefde. Ah, ik begrijp het. U bent medicijnman. Jedidia Shimon Zaka werd zo bleek dat zelfs de balie-employé begreep dat hij te ver gegaan was. Maar nu die eenmaal begonnen was, moest hij doorgaan. Tovenaar. De hemel beware mij. De schrift zegt: gij zult geen tovenarij bedrijven. Ik genees met kruiden, geneesmiddelen en zweringen uit de oude, beproefde, degelijke zagen. Hebt u een diploma? Je begrijpt me. Een diploma om dit soort van genezingen te mogen uitoefenen. Toestemming. Hebt u een vergunning? Natuurlijk. Van mijn vader. Die heeft het van de zijne en die weer van zijn vader. Tot in het 8e geslacht. Het gaat mij eigenlijk niets aan, meneer Zaka, maar u hoort wel te weten dat u in dit land geen enkele manier van genezen kunt uitoefenen zonder vergunning. Israël is een van de meest vooruitstrevende landen op medisch gebied. We hebben ziekenfondsen en een staatsmedische dienst. Nieuwe immigranten en alle ingezetenen genieten kosteloos medische verzorging. Hoewel het me niets aangaat, raad ik u toch aan in uw eigen belang. Nou ja, u kunt wel een broodje gaan eten. Dat zei de vriendelijke employé tegen hem, waar de mensen van zijn gemeenschap bij stonden. Broodje, was dit een moment om aan eten te denken? Het werk mijn vader verboden in het land onze vader. Waar zal ik van leven? Hoe zal ik genade vinden in de ogen van God en de mensen? Wat zal ik doen met mijn kostbare kruiden en al de van mijn vader geleerde wijsheid? Zal dat nu braak liggen? Zal dit alles bij mijn leven al begraven zijn? Maar zijn angst was voorbarig. De eerste jaren in dat ellendige barakke kamp ging alles nog goed. Het was hem verboden zijn vak uit te oefenen, maar in dat kamp was hij nog onder de zijnen en zij hadden hem net zo nodig als hij hen. Werk krijg ik niet, en als ik dat doe bevalt het ze niet.
Mevrouw vindt het vreselijk, mijn kinderen ook. Maar ik neem het niet langer. Ik kan mijn draai niet vinden. Ik heb geen rustig ogenblik meer. Nou, moet hij toch eens ophouden. 8 kinderen, me dunkt. De een is net geboren of ik ben alweer zwanger. Bedankt voor de heer. Het is niet goed om hier zoveel kinderen te hebben. Het is hier heel anders dan vroeger bij ons thuis. We kunnen hier niet tegenop. Ze lachen hieruit, wil je bijstaan? Misschien helpen hier een Eretz Yisraeli bezweringen. Misschien krijg ik dan wel een kind. Nee, het was niet als vroeger. Alles moest in het geniep gebeuren uit angst voor de wet. Soms eist een ontevreden klant zijn geld terug. Betaalt uw dokter u terug als een pillen en poeiers moet helpen? Wij kunnen alleen maar bidden. Volledige genezing rust in de hand van God. Ja, kletskoek. Mijn geld terug of ik geef je aan bij de politie. Maar dat bouwvallige barakkenkamp werd afgebroken. En zijn bewoners en die van de krottenwijk van de stad werden samen ondergebracht in speciaal daarvoor gebouwde huizenblokken. Wasgoed uit alle ramen en tussen de balkons. Stank van urine, goedkope zeep, knoflook en uien. Leven dat zich voornamelijk op straat afspeelt. Luide buurpraatjes van vrouwen van raam tot raam, alsof de huizen in een steegje stonden, niet in een brede straat. Met tegelijkertijd zou men kunnen zeggen dat die vierkante huizenblokken de mensen geleidelijk deden veranderen, zowel de goeden als de slechten. En daar, in die buurt, werd de positie van Yedidia Shimon Zaka steeds hachelijker. Hoe langer hoe minder mensen belden bij hem aan. Hoogstens 4 of 5 per week. Hij had zijn prijzen moeten verlagen. En hoe meer hij dat had gedaan, hoe moeilijker het hem viel wat te verdienen. Geld werd iets belangrijks. Bijna het belangrijkste. Er school geen voldoening in zijn werk meer. Bovendien nam zijn genezingskracht af. In het 9e jaar van zijn komst naar Israël stierf zijn vrouw. In het 10e kocht hij een tweedehands draagbare radio. Hij scheen zelf niet te beseffen hoe diep hij gezonken was. Wat is dat? Deugnieten? Laat die oude man met rust. Doodsappelijk kan men zich om zijn behoorlijke toekomst te verzekeren, om ze te laten studeren. En wat doen ze? Hoor maar. Het woord leugenaar kennen ze ook al. Wacht eens. Yedidia Shimon staat stil. Kijk de kinderen aan. Betover ze, dat kan je. Smijt hun een wolventand toe. Nee, hij vervolgt zijn weg. Hij komt uit de synagoge na het avondgebed. Hem werd de plaats toegewezen van een oud man die vorige week gestorven is. Hij zit nu dichter bij de rabbijn en hij voelt zich voldaan en vermoeid. Tja. Aan het begin van de avond waarop ons verhaal begint, maakt Yedidia de indruk zich in zijn lot te hebben geschikt, erin te hebben berust. Hij zal misschien nog wat meer afzakken. Ach, zo is het leven. Tot de dag waarop hij van deze aardbodem zal verdwijnen, met medeneming van zijn geheimen, zijn bezweringen, zijn poeders en zijn kruiden. Vanavond heeft hij een klant. Een patiënt. Deze heeft nog geen woord gezegd of Zaka overweegt al bij zichzelf wat hij hem rekenen zal. Ik hoor niet goed. Zelfs de klaksons van de auto's niet. Neem de gal van een schaap, gekookt in moedermelk, en druppel daarmee in uw oren. Hé, wat? Schapengal. In moedermelk gekookt en dat druppelen in uw oren. Ik hoor u wel, maar hoe kom ik aan moedermelk? Tja, dat is natuurlijk even een probleem. Maar als je aan het eind van je krachten bent en doodmoe, dan is elke moeilijkheid eenvoudiger te overbruggen. En Zaka vindt een voor de hand liggend antwoord. Enkel en alleen om er vanaf te zijn. Verwek dan een kind bij uw vrouw, want de schrift zegt gaat heen en vermenigvuldigt u. En dan hebt u vanzelf moedermelk. Ja, ik versta u wel. Maar ik heb geen vrouw. Die is dood. Oh. Even nadenken. Dan moet u direct na het opstaan een aftreksel van pepermuntbladen. Pepermuntbladen in water maken. En dan uw rechteroor uitspoelen met uw linker ringvinger. En uw linkeroor uitspoelen met uw rechter ringvinger.
direct na het opstaan. 7 keer. Ja, ik hoor u. Ik zal het doen. Dat wordt dan 3 pond. Wat zegt u? Ik versta geen woord. Na lang heen en weer gepraat betaalde de doverman ten slotte 1,5 pond. Hoort u dat? Nog een klant. 2 op een avond. En overdag hadden de kinderen nog de draak met hem gestoken. Een ogenblikje. Zijn vuile borst moet nog van de tafel. En de broodkruimels uit zijn baard. Oh, en de radio afzetten. Dat had hij bijna vergeten. Zo wen je aan zo'n ding. Neem het hem maar niet kwalijk. Hij heeft zich vergist. In plaats van de radio af te zetten, heeft hij maar harder gedraaid. Maar laten we het hierbij laten en enige tijd overslaan. En hij verdrinkt al zijn geld. En veel verdient hij toch al niet. Bijna niets. In zijn eigen vak heeft hij niets te doen. Hij werkt 1 of 2 dagen per week. Rot werk. Maar hij bezuikt alles. En ik moet tegen hem aanpraten en schreeuwen. Ik heb hem zelfs geslagen, maar het helpt niet. Het is thuis een hel geworden. Hij bekijkt me niet eens, zelfs op vrijdagavond niet. Ik kan me optutten, wat ik wil aanraken is er niet bij. Of ik van steen ben. Help u me toch. Stil. Niet meer huilen. Wij zullen er iets op vinden. Een bezwering misschien. Zijn stem is veranderd. Vindt u niet? Overwicht. Hij sluit zijn ogen. Nu zijn zijn routine en onverschilligheid ontegenzeggelijk verdwenen. Misschien omdat hij intussen heeft gegeten. Misschien ook omdat het vandaag zijn 2e cliënt is. En hem dat doet denken aan die gelukkige dagen toen zijn kamer altijd vol was. Misschien ook is hij ontroerd door de tranen en de wanhoop van deze vrouw. Wat zijn werk betreft moet u mij uw man sturen. Laat hij mijzelf komen raadplegen. En wat u persoonlijk betreft, waar zal ik mee beginnen? Met de drank of met de liefde? Met alles. Het is allemaal vrees. Voor alle kwaad is een middel. Laten we beginnen de ene wond te verbinden en ons daarna met de tweede bezighouden. En wie weet werkt de genezing van het ene heilzaam op het andere. Wat wilt u eerst? Hij verwaarloost me. Hij raakt me niet aan. Juist, dus eerst de liefde. Wacht. Kalm nu. En hij staat op, pakt een stuk perkament, een ganzenveer, inkt en schrijft. Neem dit stuk perkament. Uw naam en die van uw vader staan erop. En de namen van uw man en van diens vader. En daaronder heb ik geschreven. Gij zijt in vrede en uw huis is in vrede. En al wat gij bezit is in vrede. Neem dit stuk perkament. Stop het in een fles goede wijn die u zelf koopt. Wijn kopen? Ik? Uw mans lievelingswijn. Leg de fles met het perkament bij appels, bij voorkeur rode appels. Wacht 3 dagen tot de wijn de lettertekens op het perkament heeft uitgewist en in zich heeft opgenomen. Neem dan een reinigingsbad en giet na terugkomst de wijn in een schaal. Doop er uw handen in en leg uw van wijn druipende handen tegen uw borsten. Doop dan uw handen nogmaals in de schaal, giet de wijn dan terug in de fles en geef zelf die wijn aan uw man. Laat hem drinken en vrolijk zijn. Ik moet hem laten drinken. Ja, de wijn uw borsten en vergeet de appels niet. Dat wordt dan 9 pond, omdat u het bent 7. Ik zelf? Oh... Ikzelf. En ze staat op, zonder verder iets te zeggen. Net alsof ze een beetje dronken is. En laat op tafel 9 pond achter. 9. 9. Misschien had ze niet gehoord dat die voor haar in prijs gedaald was. Of had ze het wel gehoord en wilde ze meer betalen. 9 pond. Dan gaat ze naar de deur, komt terug, neemt de hand van Jedidiah Shimonzaka
drukt er hartstochtelijk haar lippen op en gaat weg. En hij, wat moet ik van hem zeggen? Hij die nog maar enkele minuten geleden zo neerslachtig, zo ellendig was, hij vindt plotseling de trots van zijn verloren gegaane grootheid weer terug. Waardoor? Wie zal het zeggen? Door de schoonheid, de wijsheid van zijn magische bezweringskracht? Door die kus van dankbaarheid? Of door die onverwachte 2 pond extra? Mijn kracht stroomt weer door mijn bloed. Door zijn bloed. Hebt u het gehoord? Maar wat is dit? Die plotseling gekwelde uitdrukking op zijn gezicht. Uit de diepte roep ik tot u. Ja, ja, natuurlijk. Juist op het moment van zijn grootheid is hij zich zijn benarde omstandigheden meer dan ooit bewust. Maar dat is iets heel anders. Wat moet hij? Waar moet hij heen met die hem plotseling overweldigende overvloed? Gevoelens van nietigheid en grootheid beide woeden in zijn binnenste en vervullen hem tot barstens toe. Waarheen moet hij met beide? Hij sloft naar zijn kleine keuken om de vaat te gaan doen, arme weduwnaar die hij is. Nee, hij houdt het niet langer uit. Hij gaat weer de kamer in en pakt de Sulchan Aruch, het Joodse wetboek, van de plank. En als een mansvrouw gestorven is, zal hij zich geen andere vrouw nemen dan na 3 jaren, opdat de jaren hem de liefde tot zijn vrouw doen vergeten, als hij met zijn tweede vrouw tezamen is, opdat hij met haar niet drinkt uit 1 beker, denkend aan de vorige. Na het wekenfeest, op 3 dagen na een maand, maar hoe, van waar? Ik zou het niet weten. Weet u, hier begint ons verhaal eigenlijk. De 3de bezoeker al op 1 avond. Een jong meisje. Nee, niet zoals al die anderen die men op straat ziet lopen. Zij is minder opzichtig gekleed, onschuldiger en wat aan de mollige kant. Zij is anders, beter. Even is het of zijn ogen groter worden. Dan worden ze weer normaal. Misschien iets meer toegeknepen. Hij biedt haar een stoel aan en gaat tegenover haar zitten. In de eerste plaats uw naam en die van uw vader. Ik heet Naomi en mijn vader Rahamin. Maar het gaat niet om mij. Ik kom voor mijn moeder. Oh, hoe heet zij dan? En wat is de naam van haar vader? Mirjam. En haar vader, mijn grootvader dus, Menashe Shalom. Mijn tante Malka Danon heeft me naar u toegestuurd. Mm. Zij heeft in dezelfde stad gewoond als u. Behalve wij tweeën weet niemand dat ik hier ben. Want mijn broers... Wat mankeert haar dan? Moeder voelt zich niet goed. Helemaal niet goed. Sinds vader gestorven is, heeft ze vreselijke last van hoofdpijnen. Hamerslagen op mijn arme hoofd. Het houdt niet op. Of ik een aanbeeld ben, het gaat maar door. En 's nachts is het ergst alsof mijn hoofd uit elkaar barst. Alsof iemand haar onophoudelijk op haar hoofd slaat. Iemand. De hemel weet wie. En ze blijft maar huilen en schreeuwen. Wacht even. En hij doet zijn ogen dicht. Nee, niet helemaal. Hij slaat het meisje nauwlettend gade. Het is uw vader, Rahamin, moge hij rust in vrede, die op uw moeders hoofd slaat. Hoe weet u dat? Het is waar en mijn moeder ziet het. Het is vader. Ik durf het niet te zeggen. U weet alles. Het was op dit moment, naar het mij toeschijnt, dat de hartstocht in Jedidia Shimon opvlamde. Door dat jonge lichaam tegenover hem. Zoals een wild dier dat zijn prooi bespeurt. Op dit moment werd de fakkel ontstoken. In dit... ligt het begin van ons verhaal. Kunt u haar beter maken? Met Gods hulp. We zullen zien. Het is een kwestie van... Het is een zaak van... Ik kan niet goed uit zijn woorden komen. Het is een delicate zaak. We zien wel.
Gaat u dan maar. Komt u morgen om dezelfde tijd terug. Wat ben ik u schuldig? Niets. Wat een zegen. Niets, maar gaat u nu meteen weg. Een fatsoenlijk meisje hoort niet zo laat op straat. Gaat u nu. Komt u morgen terug. Wat is dit nu? Ik ben bang. Het is al na middernacht en hij is zijn bed uitgesprongen. Ga weer naar bed, je Didia Shimonzaka. Ga slapen. Iedereen slaapt op dit uur van de nacht. Ook mensen die jonger zijn dan jij. Alleen slaapwandelaars dwalen nu rond. Ga slapen. Wat doet hij? Hij loopt als door een adder gebeten rond, steekt 3 kaarsen aan, zet een met houtskool gevuld tasje op tafel, giet er een druppel petroleum op en steekt het aan. De vlammen slaan omhoog en in zijn hand houdt hij een flesje kwik. Om uw naams willen, heer. Het is niet goed dat een man alleen blijft. Mogen wat geschreven staat in vervulling gaan, gaat heen en vermenigvuldigt u. Hij giet het kwik op de gloeiende houtskool. Het kwik springt omhoog en knettert. Hij sluit zijn ogen. Zoals dit kwikzilver gloeit op de kolen, zo zal het hart gloeien van Mirjam, dochter van Menashe Shalom. Dat is de naam van de zieke moeder. Oh, hij zwijgt en wordt plotseling doodsbleek. Nee, stop. Stop, dat gaat niet door. Dat is een vergissing. Ik begin nog eens. Zoals dit kwikzilver op de kolen gloeit, zo zal het hart van Naomi, dochter van Ramin en Mirjam, van liefde voor mij gloeien. Wat? Hij is waanzinnig geworden. Er is een kind, een rein zuiver meisje dat je hulp is komen inroepen voor haar moeder. Ze heeft je in vertrouwen genomen. Je haalt je moeilijkheden op je hals. En zij zal geen rust vinden voordat ze van mij houdt. Van mij, Yedidia Shimon, zoon van Gaim Yauzaka. Uw liefde zal tot uw man uitgaan en hij zal u beheersen, o mijn. Mijn hoofd loopt me om. Kijk, hij staat over het vuur gebogen. Het kwikzilver springt nog omhoog en zie die kalme berusting op zijn gerimpelde gezicht. Jij gelooft dus in je eigen bezweringen. Dat wist ik niet. Ik hield je voor een charlatan, neem me niet kwalijk. Maar wat is dit voor een soort berusting? Want plotseling vertrekt zijn gezicht. Hij mompelt iets, buigt zich diep naar voren, 1, 2, dan 3 keer. Hij wiegt heen en weer, heft zijn hoofd op. Mogen mij het geheim van dit mysterie geopenbaard worden? Geopenbaard worden. Nu verwacht hij een antwoord. Hij schijnt gekweld, zweet staat op zijn voorhoofd, loopt in zijn ogen. Ah, ja, de waarheid, de glasheldere waarheid. Wat is waar en wat is glashelder? Waar ben je achtergekomen? Men kan haar genezen, dat kan men. De volgende dag is het jonge meisje Naomi teruggekomen. Hij heeft zijn Shabbatkleren aan. Maar het gaat hier om grote geheimen. Vreselijke geheimen. En je moet zweren niemand iets te vertellen van wat ik je toevertrouw. Wees niet bang. Het is allemaal voor je best stil. Het betreft jouw geluk. Groot geluk. Zeg me na. Ik zweer. Ik zweer. Herhaal. Ik zweer. Bij de engel Gabriel. Bij de engel Gabriel. Gabriel. En bij de engel Raphaël. En bij de engel Raphaël. Laten we aan dit eed afleggen voorbij gaan. We zitten goed in onze engelen en bovendien, het gaat ons om mensen. Kort en goed. Ze heeft een vreselijk en gruwelijke eed gezworen vol bedreigingen van bloed en vuur en andere gruwelen, mocht ze die eed ooit breken. Ze stond voor hem met bijna geloken ogen. En bijna was zij de zijne. Jouw vader, hij rust in vrede. Vervolgt en kwelt je moeder niet voor niets. Hij heeft er iets bevolen te doen. En zolang dat niet gebeurd is, zal hij haar blijven vervolgen. Maar wat dan? Hij zelf is ten prooi aan een nog groter lijden. Hij is dood, maar hem is de eeuwige rust niet vergund, tenzij zijn dochter Naomi in het huwelijk treedt. Ik? Ja, jij.
Van jou hangt het af. Maar waarom? Ik heb niks gedaan. Is er wel eens sprake geweest van een huwelijk? Nee, nog niet. Heb jij je hart aan niemand geschonken? Zeg de waarheid, ik moet onmiddellijk de waarheid weten. Nee, ja, ik bedoel een beetje. Onze buurman, hij is soldaat. Een vriend van mijn broer Jacob en soms... Ik weet niet. Maar als het moet... Stil, wat denk jij wel? Dat men daarboven voor je vader de poorten gesloten houdt en hem alle mogelijke kwellingen laat ondergaan. Dat hij op zijn beurt jouw moeder kwelt, opdat jij uiteindelijk in het huwelijk treedt met de eerste de beste Schlemiel? Dat is hij niet. Hij woont bij ons in de buurt. We zijn samen op school geweest. Is dat niet goed? Ik weet het niet. Ik bedoel, wat dan? Het gaat hier om een enorm geheim. Geheim van je ziel. Wie ben jij? Wat zegt u? Wie ben jij? Dat weet ik niet. Jij bent niet wie jij schijnt te zijn. Naomi, dochter van Rahamin en Mirjam, is feitelijk... Jouw ziel is de reïncarnatie van die van Rut, moeder van Ovetjegai, de vader van koning David. Een roemrijk bijzonder lot zal u te beurt vallen. Het leven zult gij schenken aan de Messias, zoon van David, zoals Rut, stammoeder van koning David, was. En daarom moet gij hem huwen, wiens ziel de reïncarnatie is van de ziel van Boas. Zijn uiterlijke verschijning van grijzaard is slechts schijn, want in werkelijkheid is hij krachtiger dan ieder jongeling. Het is de wil des hemels dat de Messias het levenslicht aanschouwt. Een jaar na de huwelijksbekrachtiging zal de hemel uw vader vrede en rust doen toekomen en met eerbewijzen overladen uw moeder. Die zal zijn de moeder van de moeder van de Messias, zoon van David. Maar wie is hij? Uiterlijk een grijsaard, in werkelijkheid een jongeling, de reïncarnatie van Boas. Wie is hij? Beangst en geïmponeerd tegelijk weet ze het antwoord op deze vraag al. Gij? Ja. Nee. Ik weet het niet meer. Kalm, mijn kind, kalm. Roem en glorie zijn moeilijk in het verdriet aanvaarden. Neem deze appel. Het is zoals je ziet een appel zo zacht als honing. Jouw naam en de naam van hem die je voorbestemd is zijn erin gegrift. Eet. En dat deed ze. Al snikkend at ze de appel, nat van tranen. Het was een grote, een dure appel. Eén die men niet in het huis van arme mensen vindt. Zegt u, wat een dom meisje. Waarom? Het is waar, haar moeder bewaakte en behoedde haar als haar oogappel. En ze was zacht en meegaand van aard. Maar waarom verschilde zij van andere jonge meisjes? Bijvoorbeeld van zo'n meisje dat een grenzeloze bewondering had voor die kleine, hippe zanger uit de straat die haar beloofd, ik word een tweede Elvis Presley. Of van dat andere jonge meisje dat bezweek voor de charmes van een aan de slapen al grijzende playboy, zoon van een filmproducent die naar zij hoopte een filmster van haar zou maken. In het huis van haar moeder zijn demonen en geesten niet minder reëel als voor anderen de sterren van toneel en film. En laat ons aannemen dat ze je dit jaar Simon geloofd heeft. Wat dan nog? Ze heeft nog niets beloofd. Maar zie, op het ogenblik dat ze al snikkend haar tanden in de appel zet en al huilend begint te eten, hoort ze plotseling een stem. Over een maand, misschien later, krijgen we geen verlof meer. We gaan op manoeuvre. We krijgen echte kogels. Echte kogels? Wat voor kogels? Wat wilt u? Of hij de geest van Boas is of niet, één ding is zeker. De oeroude problemen van de jaloerse verloofden zijn hem niet onbekend. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Maar je dit hier Simon Zaken laat er geen gras over groeien. Hem klonk haar, ik weet het niet meer, als muziek in de oren. Hij begon regelmatig bij Mirjam, de moeder van Naomi, over de vloer te komen. En hij zorgde ervoor alleen dan te verschijnen als de broer van het meisje niet thuis was. Want onze man kende zijn vijanden. Hij verklapte zijn geheim enkel aan de moeder en aan de tante Malkadanon. En hij liet beide vrouwen zweren er met niemand over te praten.
Het is al veel beter. Vroeger bonsde het overal in mijn hoofd. Vroeger had ik overal pijn. Hier en daar. En daar ook. Tegenwoordig voel ik het maar op 3 plaatsen. Soms maar op 2. Dan is het nog om uit te houden. Mirjam, de moeder van Naomi, praat met haar schoonzuster terwijl ze de knoflook fijn stampt. En het is een goede man. Hij eet alles wat ik hem voorzet. Hij vindt alles goed. Oh, denk je eens in. Naomi wordt moeder van een Messias, de zoon van David. Bijna of het mijn zoon is. Ja, het is echt een erg goede man. Nee, ze heeft niets tegen het huwelijk. Misschien is ze wel iets te toegevend. Maar wat zegt het jonge meisje? Niets. Ze heeft die zoete appel nu zilt van haar tranen in de mond. Haar, ik weet het niet, zijn 4 woorden die steeds zwakker klinken. En die een lievere betekenis krijgen naarmate ze droeviger en zwakker worden uitgesproken. En je dit jaar Simon Zaka praat over liefde. Geëerd zul je worden door God en de mensen. Door Rachel en Lea, die beiden in haar huis Israël gevestigd hebben. Jonge meisjes en grijzaard zullen jou op handen dragen. Je lof zingen. En ook? Een wonder zal het zijn. Je zult het zien. Je echtgenoot in de gedaante van een grijsheid. Maar krachtiger dan alle jongelingen. Dan rijken en armen. Hij zal zijn als het graan in oogsttijd. En ook zijn bezweringen beproefde hij op haar heel openlijk. Geef me eens 2 haren van je. Wat? Van je vlechten. Wat moet ze doen? Haar moeder gebood haar Jedidia te gehoorzamen. En het was ook wel opwindend. Zij trekt zich 2 haren uit en geeft ze aan hem. Hij knielt voor haar neer en hij knoopt aan iedere enkele haar. Dit doe ik in de naam van God. Naar zijn woord bind ik uw haren aan uw voeten, opdat zij nergens anders heen voeren dan tot mijn liefde. Hij heeft nu een scherp, blinkend mes in zijn hand, snijdt zich in zijn pink en laat de druppels bloed in een wijnglas vallen met stukjes afgeknipte nagel. Drink. En hij geeft haar het vlees van een witte duif te eten met fijn gestampt perkament, waarop verzen staan uit het Hooglied, die hij haar eerst heeft voorgelezen. Ja, welke jongeling, rijk of arm, kan zulke middelen bedenken om een meisje het hof te maken? Is hij niet de onweerstaanbaarste en machtigste van allen? Hij koopt daar ook een halssnoer en een armband en een lap stof om 2 japonnen van te laten maken, 1 voor haar moeder en 1 voor haar. Armoede is erg betrekkelijk. En bij haar vergeleken is hij rijk. En zo begint men in het diepste geheim, hij heeft alle betrokkenen geheimhouding laten zweren, overleg te plegen in zaken de huwelijksdatum. Waren er maar niet zoveel jonge mannen op de wereld. Wat heeft het voor nut, vraagt men zich af. Wat moet men met soldaten, met jonge soldaten nog wel? Ach, die jonge mannen. Hoe gaat het met je? Oh, goed. Ik heb niet veel tijd. Hoe is het met je moeder? Ik zei net tegen haar, ik blijf maar even weg. Ik moet dadelijk weer naar huis. Ik wou je iets zeggen. Iets? Wel, nee. Zoveel. Hij zou er zoveel willen zeggen. Diep in de ogen kijken, naast haar lopen. Zoveel. En dat allemaal in dat iets wat hij wilde zeggen. Goed, zeg het maar. Hij doet zijn mond open. De manoeuvres waren erg zwaar. Zwijg. Weer de mond open doen en dan zeggen. Ze hebben ons afgebeuld. Gewoon afgebeuld. Ze hebben ons 10 kilometer achter elkaar met brancards hard laten lopen. Het was moordend. En nog eens Ik wil met je trouwen. Oh. Ik heb een vak. Ik ben een geschoolde arbeider. We gaan eerst gemeubileerd wonen en wat later gaan we op ons eigen. Ik moet nog 1,5 jaar dienen. En ik wil met je overeenkomen dat we direct, als ik uit dienst kom, trouwen. Onder die hele rotmanoeuvres heb ik alleen maar aan jou gedacht. Ik wou dat je mijn verloofde was. Zij zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis Israëls gevestigd hebben. Jonge meisjes en grijsaards zullen je op handen dragen en je lof zien. Kijk eens aan, Zaka. Dood ben je nog lang niet. Het lukt je nog. Ook als je er niet bent, wordt er naar je geluisterd.
Een soldaat, een serieuze, flinke, jonge kerel voert het woord. En die jonge maagd luistert naar jou. Nee? Wat nee? Waarom nee? Ja, inderdaad. Waarom nee? We kunnen beter zeggen, voor wie is dat nee bestemd? Ik weet het niet. Misschien moet ik wel dadelijk trouwen. Nu dadelijk? Nee, dat kan niet. Trouwen op mijn soldij, dat gaat niet. Ik wil dat het jou aan niets ontbreekt. Oh, wat een onschuld. Nee, trouwen met... Moeder heeft zo'n vreselijke last van hoofdpijnen, omdat vader... Daarboven wordt hem even gerust onthouden. Men laat hem niet binnen. Vreselijke pijnen. Ik weet het niet meer. Trouwen met... Omdat ik Rut ben en hij Boas. Men ziet het niet. Men weet het niet. Ik moet mijn mond houden. En dan moet ik naar huis. Waar ga je heen? Wacht nou toch even. Het zou veel beter geweest zijn als Naomi zelf had kunnen beslissen. Maar het enige wat ze zei was... Ik weet het niet. En dat ging steeds schriller en geforceerder klinken. Het had zijn lieflijke intonatie verloren. En anderen gingen handelend optreden. Onze soldaat, die erg geschrokken was, vertelde aan Jacob, zijn vriend en de broer van Naomi, een jongen iets ouder dan hij zelf, alles wat hij had gehoord. Jacob ging op onderzoek uit, kreeg hier en daar iets van zijn moeder los, iets van Naomi en iets van zijn tante te horen, en slaagde erin zich een zeker beeld van de situatie te vormen. Maar dat zijn moeder en zijn zuster met dit gevaarlijke spel zouden stoppen, dat was wat te veel gevraagd. Ik weet het niet. Oh, mijn hoofd. Nou beginnen dan alle kanten weer te bonzen. Hij heeft jullie betoverd, horen jullie? Betoverd heeft hij jullie. Toen liet Jacob de slachtoffers met rust en hij ging op de schurk af. Zo, Rut, hè? En Boas, de Messias, hè? De zoon van David. Ha. Een oude man bij je met één been in het graf. En dan nog een jong meisje willen, een groen blaadje, hè? Denk eraan. Jij valt mijn zuster niet meer lastig, begrepen? Laat hem met rust. Uriel. 7 maal Uriel. Een manier om van een vijand een vriend te maken. God, onze vader die mij zal voorstaan. Tja, schrijf maar uit. Mij hoeft geen rat voor de vijanden van mijn leven en mijn ziel. Als je leven je lief is. Door uw kracht zal zij tot steen worden. Verzegel hun lippen opdat ze niet spreken. Verduister hun ogen opdat ze niet zien. En verstop hun oren opdat ze niet horen. Mogen hun lendenen verdrogen, hun zwaard in hun eigen hart brengen en hun ogen breken. Want daar staat geschreven, verhef u ook mijn God. En verjaag uw vijanden, u wil geschieden, o mij. Hou op! En als je mijn familie niet met rust laat, pas dan op. Hoofd op hol heb je ze gejaagd. De schande die je over ons allen gebracht hebt. Een huwelijk door een hekserij met een tovenaar. Wat moet ik de mensen wel vertellen? Nonsens. Tovenaars bestaan hier niet. Wij zijn in Israël. En als jij niet met je vingers van eraf blijft, dan zal ik je. En half uitzinnig van wanhoop en onmacht hief hij zijn krachtige hand op. Maar Zaka bond niet in. Hef u hier en jaag uw vijand op de vlucht. En Jacob liet zijn hand zakken. Als jij niet ophoudt. Geef ik je aan bij de politie. Ik zal ze vertellen van je heksenpraktijken. En jaag uw vijand op de vlucht. Ach, waarom neem je dan ook geen genoegen met je oudjes? Vrouwen van dronkenlap, brave huismoeders, al die slachtoffers van het bestaan, die geloven in geesten. Waarom moest je zo nodig met jonge mensen beginnen? Toen zij vroeg hoeveel ze je schuldig was, waarom heb je toen niets gezegd? Ga weg, vlucht nu het nog kan. Ga weg. Ga je vlug weg. Ach. Enerzijds wat een vreugde, anderzijds wat een angstig gevoel. Want hoe ongelijk, hoe oneerlijk is de verhouding tussen de beide partijen. Aan de ene kant je Didia Simon Zaka, een weduwnaar van 64. Genoodzaakt vrijdagmiddag als niemand op de markt meer koopt, verflenste groenten te nemen. En tegenover hem de staat Israël. Onder wiens vleugelen hij zijn toevlucht hoopt te vinden. U bent Jedidia Shimon Zaka, zoon van Gaiem Eliyahu. Wat zegt u? Ja, dat ben ik, edelachtbare. Wij volstaan met de vermelding van slechts enkele grepen uit het proces, dat trouwens erg kort was. U wordt ervan beschuldigd, Naomi, de dochter van Rahamin, tot een huwelijk met u te hebben gebracht door haar te doen geloven dat zij de reïncarnatie was van Rut, de Moabitische, en gij de reïncarnatie van Boas.
en dat de hemel u bevolen had u beiden te verenigen, opdat uit u beiden geboren zou worden de Messias, de zoon van David, en dat u er daarom wijn vermengd met enige druppels van uw bloed hebt laten drinken. Dat u haar benen verbonden hebt met een paar van haar hoofdharen. Enzovoort, enzovoort, de rest weten we. En dat ge hierdoor overtreden hebt, artikel 4 van het wetboek van strafrecht. Dit artikel luidt: hij die tovenarij bedrijft met winstgevend oogmerk, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 2 jaar. Hij die enige financiële vergoeding ontvangt voor tovenarij, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 3 jaar. Onder financiële vergoeding wordt verstaan iedere vorm van genoegdoening in natura, in geld, goederen, hetzij roerend of onroerend. In het onderhavige geval hebben we, naar ik aanneem, te doen met betaling in natura. Acht u zichzelf schuldig? Nee, niet schuldig. Ik heb niets kwaads gedaan. Geeft u al deze feiten niet toe? Dan roepen we de getuigen op. Nee, getuigen zijn niet nodig, edelachtbare. Natuurlijk heb ik alles gedaan wat u zei, daar zal ik niet om liegen. Heb ik niet op onze heilige schrift gezworen? Ik heb gezworen dat ik de volle waarheid zou zeggen. U bekent dus? Nee, de hemel bewaren we. Er is hier een klein, misschien niet eens zo'n erg klein misverstand, dat wel vlug werd opgehelderd, zonder dat er direct een oplossing voor werd gevonden. In de eerste plaats moet men verschil maken tussen ernstige zaken en niet ernstige. Reïncarnatie is iets heel ernstigs. Dat is een angstig geheim. En dat heb ik niet beweerd om er beter van te worden. Dat zielen overgaan in andere zielen, dat weten we allemaal, dat is iets heiligs. En zeker heb ik niet verzonnen dat de ziel van Rut in die van Naomi is gevaren en dat de mijne die van... Dat is mij toevertrouwd. Wie heeft u dat gezegd? Kan me die persoon als getuige oproepen? Oh nee. Dat was een hemelse boodschap. Het antwoord op een door mij gestelde vraag. Het heeft geen nut getuige op te roepen. Hier valt niet over te praten. Ik begrijp u. En de rest? Ik heb alleen heldere, beproefde, liefdeopwekkende formules uitgesproken. Daar steekt geen kwaad in, edelachtbare. Daar kunt u edele van op aan. Het jonge meisje is inderdaad in liefde ontstoken, maar ongelukkigerwijze heeft men alles bedorven. U getuigt tegen uzelf, meneer Zakka. U geeft toe tovenarij te hebben uitgeoefend ter verkrijging van een duidelijk omschreven doel. Oh nee, ik heb geen tovenarij uitgeoefend. Ik heb slechts formules uitgesproken die me geleerd zijn door mijn vader. Die ze weer had van zijn vader. Die ze had geërfd van de zijne. Geen van hen was een tovenaar, de hemel behoede ons. Ontelbaar vele families zal u toegeven dat zij de liefde, dat ze het geluk gevonden hebben, dankzij deze uit een hoge stammende formules. En wat betreft het feit dat ik er enig voordeel van heb gehad, het is nu eenmaal zo dat mannen zo optreden om jonge meisjes tot de liefde te brengen. Je kunt ze toch niet dwingen? Oh, ik weet wel dat er moderne methodes bestaan. De bioscoop, dansen. Maar die moderne dingen zijn niks voor mij. En de rechter sprak als volgt. Wij zijn burgers van de staat Israël. Een moderne staat. Waar de handelingen toegeschreven aan de verdachte aangemerkt worden als tovenarij. Slechts op basis hiervan kunnen wij hem berechten. Alle schriftelijke getuigenverklaringen die wij ontvangen hebben met betrekking tot handelingen van tovenarij, waaraan verdachte zich regelmatig overgaf, verzwaren zijn schuld nog meer. Laten we aan de details voorbij gaan. Over 2 dagen zal ik vonnis wijzen. Verdachte kunt voorlopig in vrijheid gesteld worden tegen betaling van een borgtocht van 200 Israëlische ponden. Waar zou je Didia Shimon Zaka 200 pond vandaan moeten halen? En hij wilde helemaal niet vrij zijn op borgtocht. Er was er maar 1 ding duidelijk, dat de gevangenis hem wachtte. Zijn blik werd duister. Ternauwernood zag hij Naomi en haar moeder die door Jacob de rechtszaal uitgeduwd werden. Hij bleef achter, alleen. Moederziel alleen. Neergestort in de diepste diepte. Gaf u maar grafkuil. En dat was wat hij zelf graag gewild had. Het huis van bewaring was stampvol, dus werd hij naar een politiebureau gebracht. Hij strekte zijn handen uit om zich de handboeien te laten aanleggen, en hij was er zeker van dat zijn voeten ook geboeid zouden worden. Maar er gebeurde niets van dit alles.
Hier, pak aan en veeg het hier wat aan. Wat kijk je me nou aan? Vegen en vlug. Ze gaven hem een bezem. Ah, smaak van as in mijn mond. Maar die bezem is misschien wel zijn redding geweest. Want als hij handboeien omgekregen zou hebben, zou hij misschien verbitterder geweest zijn en op wraak hebben gezonnen. En wie weet of hij dan wel op het voorstel zou zijn ingegaan dat hem uit deze verschrikkelijke situatie zou verlossen. Hij zit al achter de tralies. Zo'n goede man. En zo jong nog, zo behoorlijk. Ah, goede brede schouders heeft hij. Hij maakt een heel jeugdige indruk. Toch vreselijk dat ze zo iemand opsluiten. En Malka Danon, de schoonzuster, begreep onmiddellijk wat er te doen stond. Ze rende naar de politie en op het bureau trof ze Yedidia Shimonzaka aan, die ter neergeslagen de vloer veegde, en ze zei tegen hem: wat is er op tegen? Zo oud is ze ook weer niet. En bovendien, ze kan heerlijk koken. Zij is weduwe, u bent weduwnaar. Ik heb horen zeggen dat ze u misschien vrij laten. Ze heeft zo met u te doen. Als u er niet voor voelt, doe het dan toch voor haar. Door het feit alleen al dat we erover spraken, ging haar hoofdpijn al weg. Toen kwam de dag waarop de rechter zijn vonnis uitsprak. Beklaagd is dat het besluit gekomen zijn slachtoffer het jonge meisje met rust te laten en in het huwelijk te treden met de moeder van het meisje. Daar ten gevolge hiervan de vele getuigenissen tegen de beklaagde ingebracht, zowel door de moeder als door de dochter, twijfelachtig geworden zijn, omdat alle drie nu met elkander verwant zijn, heb ik het genoegen niet de hoogste straf te eisen. Er is hier eerder reden voor verzachtende omstandigheden. En de rechter, van huis uit beslist geen erg zonnig personage, verwijderde zich, lichtelijk glimlachend, Yedidia Shimonzaka een minimale voorlopige gevangenisstraf op te leggen. Maar wat is dit nu? Wat gebeurt er? Hou op, hou op! Nu giet hij alweer kwik op gloeiende kolen. Grote hemel! Het kwik springt knetterend op en Yedidia sluit zijn ogen. Zoals dit kwikzilver omhoog springt, zo zal het hart van Yedidia Shimon, zoon van Chaim Eliyahu Zaka, in liefde ontvlammen voor Naomi, dochter... Nee, dat is fout. Het gaat niet door. Zoals dit kwikzilver op de kolen gloeit en rijst, zo zal het hart van Yedidia Shimon, zoon van Chaim Eliyahu Zaka, in liefde ontvlammen voor Mirjam, dochter van Menashe Shalom, moeder van Naomi, en geen rust zal hij vinden voor hij het hart van deze vrouw veroverd heeft, om samen met haar te volbrengen wat geschreven staat. Gaat heen en vermenigvuldigt u, opdat gij zo talrijk zult zijn als de sterren aan de hemel en de korrel zand van de zee. O mijn. Ach, Yedidia Shimonzaka, mijn beste brave Shimonzaka. De bedrieglijke magier. U hebt geluisterd naar een hoorspel geschreven door Josef Bar Josef. Vertaling Paul Deen. De rolverdeling was als volgt. Zaka, Paul Deen. Naomi, Joke Hagelen. Jacob, haar broer, Hen Boelen. Mirjam, haar moeder, Willy Bril. Mosje, een soldaat, Jules Croiset. De rechter, Huib Orizant. De verteller, Frans Somers. Employé op de luchthaven, Hans Karsenbar. Vrouwen, Hattie Berger, Tine Medema en Nel Snel. Man, Jan Wechter. Dove, Tony Voletta. En Malka, Tine Medema. Geluid, André Dubois. Montage, Herman van de Lely. Regie, Ab van Eyck.